allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik iedere keer zeg, met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon een stichting opzetten die Marcusa heet en daarna workshops organiseren voor kinderen, zodat ze leren hoe ze zelf hun eigen film kunnen maken? Nou, dat kan en Solega Wink gaat me daar alles over vertellen. What made is a little Q-Time? Hi Soleha. Hi Jelena. How are you? Goed, en met jou? Ik doe mijn best. Ja, de laatste keer toen ik je sprak was je op vakantie of zou je op vakantie gaan. Ja. En was het nog leuk? Girl, that's for off camera. Off camera. Maar we gaan niet over mee praten. We zijn hier om Q-Time te hebben met jou. Looking fabulous as always. Mm-hmm. First and foremost. Je bent gewoon lekker druk geweest met je journal. Because that was gewoon buzzing. Maar er is way more, want jij gaat in september workshops organiseren. Ja, klopt. So, inderdaad. Tell me all about it. Ja, we gaan een workshop organiseren voor kinderen. En het is de bedoeling dat we ze film leren maken. Dus van begin tot einde. Mm-hmm. Van scenario, naar acteren, naar schrijven, naar filmen, editing, geluid. Eigenlijk van alles. En dan willen we eigenlijk aan het eind van de workshop dan een filmavond organiseren. Waarbij ze het kunnen laten zien. Weet je, en het is voor ons ook interessant, want we gaan dan de topics van de kinderen ook zien. Waarover praten ze graag, wat willen ze vertellen? En dan ontdekken we ook talent. Mm-hmm. Want we hebben het dus vooraf al gedaan, enkele jaren geleden. Ik hoor je steeds zeggen, wuh. Oh ja, ja, inderdaad, een teampje. Mm-hmm. Dus elke keer hebben we verschillende mensen, weet je, talenten uit de filmwereld, die we dus aantrekken. En ik doe het samen met twee andere partners van me, met wie ik standaard werk. Eigenlijk doen we de meeste filmpjes die ik maak samen. En dan nodigen we zo verschillende mensen uit die hun expertise zeg maar aan de kinderen kunnen tentoonstellen. Mm-hmm. Ja, dus op die manier. Oké, nou, dat klinkt in ieder geval al spannend als ik als kind nu zou kijken en de kansen die me geboden zullen worden in september. Maar misschien over wat, want ik zei Marcusa. Misschien kan je een hele kleine in een nutshell vertellen van wat Marcusa is, wie Marcusa is en wat ze allemaal doen. Ja. Zodat we terug kunnen gaan naar de workshop. Yes, of course. Maar Marcusa is een stichting. Mm-hmm. Ik heb het opgestart in 2017, eigenlijk met het doel om een stichting te hebben. Want ik wilde een heleboel projecten. Om te hebben. Ja, om te hebben. En ik wilde een aantal projecten inderdaad uitvoeren. Weet je, kijk, soms wanneer je dingen met kinderen doet, wanneer je projecten doet, waarbij je eigenlijk voor een mindere, hoge prijs, zeg maar, projecten uitvoert, dan is de stichting gewoon goed. Want dan doet iedereen het echt vanuit zijn hart, weet je. Het is dan minder commercieel. Mm-hmm. Weet je, en toen heb ik de stichting opgezet en mensen erbij getrokken. We hadden een teampje toen. Toen was Brian Blinken erbij, Stefan Schotsborg. Hij was toen de hoofdrolspeler van mijn film die ik had gemaakt, Lobby Singing. Mm-hmm. En we hebben zo die kinderen, zeg maar, begeleid. Mm-hmm. En ik had toen ook de cameraman erbij. Die was ook Delano van Diest. Mm-hmm. Hij was ook de cameraman voor Lobby Singing. Dus hij mocht echt met de kinderen bezig zijn. We hebben een hele leuke foto in de krant staan daarvan. En ja, op die manier. Dus die mensen zijn er. En elke keer wanneer we iets doen, dan vraag ik ze of ze kunnen. Of ik trek andere mensen aan. Er zijn heel veel cameramensen natuurlijk in Suriname. Mm-hmm. Die het ook leuk vinden. Dus ik wil dit eigenlijk jaarlijks doen. En ik wil het dus weer opstarten na een paar jaar. En kijken van oké, hoe vinden mensen het? En willen ze het nog doen? En zijn mensen nog geïnteresseerd? Mm-hmm. En ja. Dat is het eigenlijk, het verhaal. Nee, klinkt helemaal goed. Oké, na jaren ga je dus gewoon weer starten en de kindertjes komen weer aan bod. Maar hoe gaat het dan te werk? Je weet, de tijd is nu allemaal met smartphones en everything. Mm-hmm. Dus gaan we dan zo met de smartphone storytime doen? Een film. Ja? Schrap, hoe je dat zegt, inderdaad. Nee, we hebben camera's. Mm-hmm. Dus we hebben echt de basic dingen van inzoomen, uitzoomen, hoe focus je, dat soort dingen. Yes. En natuurlijk, kijk, met een telefoon kan je het doen. Maar het interessante van een camera is toch dat je echt een bepaalde techniek aanleert. Hè? Wanneer het gaat om beweging en dat soort dingen. Want je telefoon is heel licht. Maar een camera heeft toch wel een bepaalde feel, een bepaald gewicht. Waardoor je anders gaat filmen. Weet je, en misschien in de toekomst, door wie weet, doe ook een workshopje met camera's, specifiek gericht op telefoons. Maar nu gaan we het gewoon doen met de camera's die we hebben. Oké, nee. Goed. Ja. Oké. Team, check. Idee, check. Mm-hmm. Het plan is waarschijnlijk al mooi op weg. Hoe kan ik in aanmerking komen als kind? Want het is wel pas in die september. Ik moet natuurlijk waarschijnlijk overgaan van mijn moeder. En mijn best hebben gedaan. Want het is het einde van de vakantie. Maar hoe gaat het dan werken? Als ik nu al kijk, weet ik van Elis dan. Ik word de volgende Surinaamse Steven Spielberg. Ik moet deze cursus volgen. Ja. Hoe ga je ons... Of nee, maar ons. Sorry, ik ben het niet. Maar hoe ga je die kinderen kiezen?
Dat is heel simpel. Ze kunnen op de Marcosa pagina komen. Op Facebook kunnen ze dan een berichtje sturen. En dat delen we ze in. Mm. Kijk, we verdelen het onder verschillende leeftijdscategorieën natuurlijk. We willen toch wel dat mensen van dezelfde leeftijd met elkaar zijn. En dan maken we groepen. Mm-hmm. En ook aan de hand van een beetje hun... hun passie. Mm-hmm. Want toen we de eerste workshop hadden gedaan, was het eigenlijk heel algemeen. Mm-hmm. En men wist nog niet precies, wil ik schrijven, wil ik camera doen, wil ik misschien acteren. Mm-hmm. Maar dit keer wil het wel een beetje gestructureerd doen van, oké, die wil echt acteren, die wil bijvoorbeeld echt schrijven, dat we ze echt in groepen gaan plaatsen. Mm-hmm. Dus ze kunnen ons gewoon een berichtje sturen en dan kunnen wij ze indelen. En qua datum moeten ze gewoon de pagina volgen en we zullen inderdaad contact met ze hebben. Maar ik moet wel zeggen dat de leeftijd op dit moment, mm-hmm, doet tussen de 6 en 14 jaar. Ja, dus we zijn met die groep bezig. Ja, ja. Okay. Ja, om even die groep te keteren, zeg maar. Maar mocht het zo zijn dat er wat oudere kinderen zijn, weet je, of volwassenen, wie weet, dan kan dat ook georganiseerd worden, wie weet. Ja. Dus we staan daar ook voor open. Als er iemand is die misschien zelfs ook ietsje jonger is, hè, dan kunnen we altijd kijken wat we kunnen doen. Nee, dat is helemaal mooi. Mm-hmm. Maar het mooie van het alles is, je kan een heel productieteam gewoon identificeren. Want als ik gewoon schrijven leuk vind, maar het filmen niet zozeer, maar ik wil wel deel uitmaken van het proces. You can just pick and choose en je kan ze vormen en je hebt zo je dream team. Helemaal mee eens. Weet je wat interessant is? Wanneer kinderen leren om zichzelf te expressen. In de vorm van beeld en geluid en entertainment. Komen er zulke interessante dingen naar buiten. Kijk, na de workshop bijvoorbeeld hebben we nog contact gehad met die kinderen. We zijn dit keer wel, we hadden geen oproep geplaatst. Mm-hmm. We zijn specifiek naar areas gegaan waar men eigenlijk niet zoveel te doen had in de vakantie. Beetje rust en werk zijn we geweest. We zijn aan Ikeri geweest. Mm-hmm. Bakaboto zijn we ook geweest. Weet je, kinderen die eigenlijk niet zo vaak met een camera in contact komen. Er was een jongetje die naar ons toe kwam na de workshop. Ik schat hem 5 jaar. Mm-hmm. En hij zei tegen me van... Doordat hij dit heeft gedaan, gelooft hij dat hij piloot kan worden als hij ouder wordt. Want hij had dus nooit film gemaakt, nooit iets gedaan. En hij heeft het dus gezien van begin tot einde. En dat had me zo emotioneel gemaakt. Want ik dacht, wauw, als wij gewoon kinderen iets kunnen leren, ongeacht wat het is, hoor, welk medium. En ze geloven plotseling in hun dromen. Mm-hmm. Hoe fantastisch is dat? Weet je? En dat was eigenlijk de reden waarom ik ook zei van, we moeten dit weer herhalen. Ergens in de toekomst, dat is nu dus. Mm-hmm. Maar het doet wat met kinderen als je ze iets leert. Sowieso. En ook gewoon het idee. Niet eens het idee. Gewoon oprecht geloven in ze. Precies. Dat is something new. En ik geloof gewoon dat je het kan. Just give it a try. En ook gewoon hun gedachtes visualiseren. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, soms houden kinderen iets voor zichzelf. Omdat ze denken, mensen gaan het gek vinden. Mensen gaan het niet leuk vinden, weet je. Of... Niet kinderen alleen. Ik ook. Y'all don't want to hear my wild ideas. Maar weet je wat het leuke ervan is? Kijk, als je een film kijkt bijvoorbeeld van Steven Spielberg. Of je ziet of horrorfilms. Heel goed. Soms denk je, hoe denken mensen zo ver om zo'n film te maken? Ja, het script, de plot, de plot twist. Precies. En het begint eigenlijk allemaal met het idee. Ja. En die ene persoon die zegt, let's do this. Ik geloof hierin. Precies. So, you're like an anchor. Jij bent een eerste believer. En zo die zegt gewoon doen. Ja, en ik geloof dat alles kan. Weet je, mijn motto een beetje toen ik op filmschool zat was, it's so crazy, it just might work. Ja. Weet je, en dat is heel interessant, want uiteindelijk denk je toch wel van, we zijn als mens, zijn we allemaal storytellers van binnen, weet je. En how would it be om jouw verhaal te vertellen op jouw unieke manier? Want eigenlijk alle verhalen zijn al verteld, als we het even zo bekijken, globaal. Maar op jouw unieke manier is het niet verteld. Nee. Weet je, je leert kinderen daardoor, of volwassenen in dit geval, ook om je verhaal te durven vertellen. Ongeacht hoe silly, hoe simpel of misschien out there het lijkt. Mm-hmm. Just tell your story. Mm-hmm. Ik ga dat meenemen. Nee, meid, je bent weer gewoon lekker bezig. En ik zal zeggen, ik kan je nu al zeggen dat het een succes gaat worden. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop het voor je start dat je weer een keertje langskomt. Zodat we can get deeper into this. But for now wil ik je bedanken voor het komen. Bedanken dat je dit weer wilt doen. Mm-hmm. Voor de kids en natuurlijk ook voor jezelf. En ik ben echt benieuwd om te zien hoe dit uitpakt. Oh, dankjewel voor het interview en de tijd. Thank you. Graag gedaan, my dear. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Zuleika Winkel bij ons in de studio. En ze is weer bezig met een prachtig project. Marcosa wordt weer helemaal revived. Want in september wordt er een prachtige workshop verzorgd voor kinderen die willen leren
vanaf begin tot eind hoe het werkt om een film te maken. Zoals jij nu kijkt en denkt van, hé, luister dan, dit is wat ik wil doen deze vakantie, want ik ga over en ik ga gewoon mijn best doen, het gaat gewoon leuk zijn, moet je direct naar de pagina gaan van Marcusa. Je mag al een berichtje sturen, ze gaan erop reageren, en wanneer alles zover is, dan krijg je zeker weten, een belletje or whatever they're gonna do, but they will find you. So, blijf de pagina volgen, blijf ook kijken naar Q-Time, and remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.